Dag mooie mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze parel. En vandaag wil ik je een vraag stellen. En de vraag is: wie zou jij vandaag kunnen bemoedigen? Wie zou jij vandaag een belletje kunnen doen of een berichtje kunnen sturen met woorden van hoop en van bekrachtiging en van versterking en van bemoediging? Het zou zomaar eens kunnen zijn dat jouw belletje, jouw berichtje, jouw bemoediging. Het verschil maakt in het leven van die ander vandaag. Want de taal van bemoediging is zo'n krachtige taal. Het maakt echt verschil. En iedereen heeft het nodig. Ook jij, ook ik. En als ik denk aan bemoediging, dan moet ik denken aan iemand die ik daar een uitmuntend voorbeeld in vind. En zijn naam is Gijs. En Gijs is een prachtige man. Uh, verderop in de 50 of ergens in de 50. En ik heb hem uh, leren kennen. Uh, een paar jaar geleden. toen we samen karakterweekenden deden. Um, om mannen door de bergen te loodsen. Uh, en met het woord te bemoedigen. En ik heb Gijs bezig gezien in hoe die altijd weer bemoediging zocht. en met woorden mannen bekrachtigde en versterkte. en hoop plantte in hun harten. En een paar jaar geleden, op een ochtend. ping! daar kreeg ik een berichtje. En het was Gijs. Dus ik dacht van, hé, hey, Gijs doet dat niet alleen in de bergen. Gijs doet het ook in het dagelijkse leven. En ik vind het wel leuk om even naar het berichtje toe te gaan van Gijs. Want ik weet nog hoe mijn hart daarvan opsprong. En dit is wat hij zei. Goedemorgen, kan je? Jezaja 43 is voor jou vandaag. Alleen dat al vond ik mooi. Dat iemand in zijn stille tijd, in zijn gebed, in zijn tijd met God het woord zoekt en dan nadenkt wie kan ik vandaag bemoedigen. Nou, hij had mij op de korrel. Hij zei, Jezaja 43 is voor jou vandaag kostbaar en hooggeschat. God gaat iets nieuws doen. Nu zal het ontkiemen, sla er alsjeblieft acht op. Fijne dag, mooie gast. Uitroepteken, uitroepteken en dan een hele mooie emoticon. Dat is Gijs. En ik denk dat je het herkent... Maar als je op die manier bemoedigd wordt, dat doet iets met je hart. Dat er iemand is die aan je denkt, voor je bid, in het woord bezig is en dan denkt van hé, hey, ik moet een berichtje sturen. En dat niet alleen denkt, maar ook doet. Ik vond het een heerlijke start van mijn dag. En ook dat het gevoeligheid bewerkte van oh ja, vader werkt continu. Laat ik opmerkzaam zijn voor iets nieuws, voor wat hij aan het doen is. En ook zelf probeer ik als bemoediger te leven. Dat ik dagelijks zoek naar hey, wie zou ik vandaag kunnen bemoedigen. En niet alleen als mijn hart vol is en ik energie heb, maar ook als ik het gevoel heb van ik heb niet heel veel uit te delen, euh, dan toch doen. Dan kies ik voor de omkering. Dan kies ik voor de aanval van bemoediging. Toch even dat belletje, toch even dat berichtje. Toch even die woorden van bemoediging en versterking voor de ander. En wat ik dan vaak zie is dat de ander opveert. Maar dat ook mijn hart versterkt wordt. Want zo heeft vader het ook gewoon bedoeld. Geven geeft zegen. En vandaag wil ik voor een momentje met je kijken naar iemand in de Bijbel die ik ook een uitmuntend voorbeeld vind van bemoedigen. Iemand die de taal van bemoediging met verve sprak. En zijn naam is Johannes. En Johannes, we kennen hem wel denk ik, hij begon als zoon van de donder. Uh, er was een moment in Samaria dat Jezus met zijn leerlingen door het gebied trok. Hij wilde overnachten in een stad. De Samaritanen zeiden, u komt er hier niet in. En toen zei Johannes, zoon van de donder, hij zei, zal ik vuur uit de hemel afroepen om hen allemaal te verteren. Dat was de jonge Johannes. De man die uh, af en toe vierkante randjes laat zien en, en vol temperament was en heet gebakend. Maar we volgen dan Johannes onderweg uh, en dan wordt hij leerling van de liefde. In de zin van dat hij steeds meer onder de indruk raakt van Jezus' liefde voor hem. En in zijn evangelie omschrijft hij zichzelf continu als de leerling van wie Jezus houdt. Hij was helemaal verwonderd over de liefde van Jezus voor hem. En dan hier, we gaan zo'n stukje lezen uit de derde brief van Johannes, is hij op hoge leeftijd gekomen en dan heet hij een apostel van de liefde. En hij zegt, ik ken Gods liefde. En ik weet hoe ik erin kan blijven. Van zoon van de donder naar apostel van de liefde. En hij schrijft dus een derde briefje aan Gaius. En op dit moment was Johannes op hoge leeftijd, voorganger in die enorme stad Efeze. En hij schrijft een briefje aan zijn geliefde broeder Gaius. Een jongere man, gemeentelid in een van de huisgemeenten... daar in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En let eens op hoe warm. En hoe bemoedigend deze woorden zijn voor Gaius. En ik wil de eerste vier versen lezen uit 3 Johannes en dan de laatste drie versen. Van de oudste aan mijn geliefde broeder Gaius, die ik werkelijk lief heb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, weet ik. Want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders. die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. En om de laatste drie versen van dat briefje. Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. Mooi, hè? er werd op papieren bladen geschreven met pen en inkt. Ik hoop u spoedig te zien. Dan kunnen wij elkaar persoonlijk spreken. Vrede zijn met u. De vrienden hier, groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk. Ja, Johannes op hoge leeftijd, de enige van de twaalf apostelen die nog in leven is. De andere elf waren gestorven of gedood door de Romeinse overheid. Bijvoorbeeld Jacobus en Petrus. En hier op hoge leeftijd. Hij exceleert in gezag, maar hij exceleert ook in woorden van bemoediging. En ik denk dat je het met mij proeft, hè? De, de genegenheid en de warmte in dit korte briefje. En ik wil daar drie dingen in aanraken die mij treffen. En het eerste is, Johannes, hij spreekt zijn liefde uit voor Gaius. Hij zegt tot vier keer toe, je bent mijn geliefde broeder. Mijn geliefde broeder, mijn Geliefde broeder, mijn geliefde broeder. Tot vier keer toe spreekt hij zijn liefde uit en in het eerste vers zet hij er een dikke streep onder: Jij bent Gaius, van wie ik werkelijk veel houd. En dat is zo mooi, om niet alleen te weten dat je van iemand houdt, maar het ook te laten weten dat je van de ander houdt. En als vader en moeder is dat super wezenlijk, ook naar je kinderen toe. Um, het is wezenlijk in je relatie. Uh, sommige mensen die leven een beetje met de one-liner van: uh, Ik hou van je en als veranderd hoor je het wel. Dat, dat is niet handig. Dat is niet handig. Um, weten dat je van de, van de ander houdt moet, moet zich vertalen in laten weten dat je van de ander houdt. In woorden, expliciet. En dat niet alleen als ouders naar kinderen. Niet alleen. In een relatie, maar ook gewoon in vriendschappen, in de gemeente. Spreek je liefde uit. Want daar bloeien mensen van op. En misschien vind je dat lastig. Misschien vind je het lastig om tegen de ander te zeggen: hé hey broer, hé hey zus, ik hou van je. Of ik heb je lief. En dan kun je ook zeggen: joh, je ligt me na aan het hart. Of je bent me kostbaar. Um, of je stuurt een appje met, met uitroeptekens: vriend. Vijf uitroeptekens. Werkt ook, daar komt wel over. Maar dat je expliciet bent in het uiten van je liefde. Ook met woorden. En het tweede wat mij treft bij Johannes, dat is dat hij ook ongelooflijk blij is met Gaius. En dat zegt hij ook twee keer. Hij zegt, tot mijn grote blijdschap hoor ik over jou. En niets verheugt mij meer dan van jou te horen. Kortom, er is blijdschap bij Johannes als hij hoort dat het goed gaat met Gaius. En hij voelt zich niet alleen blij, hij zegt het ook. En waar is hij dan vooral blij mee? Nou, hij zegt, joh, ik zie dat je wandelt in de waarheid. Ik zie dat je gevoelig bent voor de geest. Oftewel dat je Jezus navolgt van harte. En het is zo mooi om als het jou opvalt hoe anderen met Jezus wandelen en trouw en toegewijd zijn aan Hem, om dat expliciet te benoemen en te bekrachtigen. Dat is een hele bijzondere vorm van bemoediging. Want daarmee versterk je het goede wat gaande is. Kortom, Johannes is blij en hij spreekt zich erover uit. En daarmee bekrachtigt hij. En dan het derde, het laatste. Het eerste was, ik heb je lief. Het tweede, ik ben blij met je. En het derde, ik wil je heel graag zien en persoonlijk ontmoeten. Want dat staat in het laatste vers. Ik hoop je spoedig te zien. Dan kunnen wij elkaar persoonlijk spreken. En ik vond het heel mooi hoe een briefje van 2000 jaar oud zo ongelooflijk raak kan spreken in onze actualiteit. Want met al dat videobellen voel ik dit ook. Ik, ik wil mensen weer zien. Ik wil ze weer persoonlijk spreken. Johannes was een beetje moe van pen en inkt. Nou, ik ben er wel een beetje moe van dat beeldscherm. Maar dat is ook mooi om te zeggen. Jor, het lijkt me mooi om jou weer te zien. Ik zie uit om je weer persoonlijk te ontmoeten. Ook daarmee communiceer je verbinding en relatie. Liefde en vreugde. En volgens mij is het zaak dat we daar goed in worden. Om de taal van bemoediging te spreken. Om zo het verschil te maken in het leven van een ander. En de ander op te bouwen. En ja, Johannes was er heel goed in geworden. Uh, door de jaren heen. Uh, maar ik geloof dat we niet hoeven te wachten tot we oud zijn uh, om ermee te beginnen of om er in te groeien. Ik geloof dat we vandaag kunnen beginnen. En daarom, wie ga jij vandaag een berichtje sturen? Een belletje doen om woorden van bemoediging te spreken. Je bent me dierbaar. Ik ben blij met je want en trouwens, ik heb zin om je weer te zien. Om elkaar te ontmoeten. Nou, ik hoop dat je het gewoon gaat doen en ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitwerken. Maar één ding weet ik zeker: het zal zegerijk zijn. En wees er daarom ook in gezegend. Fijne dag!